En om 3 uur begint de film, ook van Cindy Kersenborn, Frank Martínez Arion, Judy Curzao. En van Neske Beck, waar ze het over had, en vind ik ook een van haar mooiste films, Eigen Volk uit 2011. Die wordt ook vertoond om 3 uur. Tussen 3 en 4 zijn deze films. Ja, daar zijn we bij, mooie dames allemaal en mooie mensen. Ik ga jullie weer uitgebreid... Oh, dit is... Nee, deze hebben jullie nodig. Die gaan we met elkaar delen. Goed. Wat gaan we nu bespreken? We gaan het hebben over vrouwelijke subjectiviteit. We gaan het centraal stellen. Want inderdaad, hoe kijken we naar beauty, naar gender? Bijna eigenlijk altijd vanuit een wit, mannelijk, heteroseksueel, valide perspectief. En dat wordt eigenlijk, nou kan ik wel zeggen, gezien... We ontmoeten elkaar voor het eerst echt, Christel. Ik ben zo blij. We hebben elkaar van social media, zo leuk om je... Dat moest ik even zeggen. Goed, dus dat perspectief, dat zien wij als neutraal. Hè? Dat is bijna inherent aan hoe je wordt opgevoed zo ongeveer. Hoe je kijkt naar ook schoonheid, naar gender, naar seksualiteit. Terwijl, ja, dat is natuurlijk helemaal niet neutraal. En daar, nou, dat is eigenlijk een beetje het kort in het breed waar we het over gaan hebben. Jullie eigen werk en jullie eigen perspectief. En ik heb een prachtig panel. Naast mij zit Janice Deul. Jij bent een lifestyle journalist en jouw hele inspirerende platform, een van de prachtige dingen die je doet, is Diversity Rules. Je maakt je sterk voor meer diversiteit in high-end fashion en ook in populaire fashion. Ja. Qua gender, qua leeftijd, qua bodytype en qua etniciteit. Dat doe jij, daar werk je mee in mode, magazines. Je bent ook mede-auteur van een hartstikke leuk boek, Little Black Hair Book. Het is echt een prachtig. Heb je hem bij je koffietableboek? Uiteraard. Ja, uiteraard. Over roze en krulhaar. Echt achter te koop. Geweldig cadeautje aanraden voor iedereen. Je bent ook actief als schrijver, journalist voor diverse kranten. Je doet mee aan discussies en panelgesprekken over black hair, black beauty, mode, diversiteit. En ook, heel belangrijk, over de ondervertegenwoordiging van die diverse kaders, van die bredere kaders van schoonheid. Bij zowel populaire magazines als minder high-end tijdschriften. Dus daar zet je heel erg voor in. Nou, prachtige TEDx-talk is van haar ook te zien online. En ook in Amerika ben je opgevallen. Je bent echt al genoemd in een aantal bladen als Watch This Woman, Follow Her. Dus nou, dat is Janice. Geweldig. Je hoeft ook niet meer te vertellen. Nee. Daar wil ik even onze fantastische redactie van vandaag voor bedanken. Simone Zeefuik, dankjewel voor de fantastische video's. Mag ik even een applaus, want dat is echt haar werk. Echt celebrating al deze mensen. Heeft Simone Zeefuik fantastisch allemaal gedaan. Naast jou zit Christel. En ik wil jouw naam prachtig uitspreken. Mag ik proberen hoe ik denk dat je het uitspreekt? Ik denk Mugandien. Het is Mugandiende. Mugandiende. Oké, Mugandiende. Dat is Christel Mugandiende. Jij bent schrijver. Je hebt I Am Shiro opgericht. Ja. Spreek ik dat wel goed uit? Shiro opgericht. En jij wil jonge vrouwen in Nederland laten zien dat er kansen voor iedereen zijn. Je noemt jezelf ook echt een jonge feministe. Hè? Een jonge feminist. Jij wil meer aandacht ook voor de praktische kant van het feminisme. En dan wil ik eigenlijk meteen weten, wat bedoel je daarmee? De microfoon moet even delen. Met de praktische kant van het feminisme bedoel ik eigenlijk het meer neerdalen eigenlijk naar wat er in het dagelijkse leven gebeurt voor vrouwen, voor jonge vrouwen, maar ook voor de generatie die voor ons kwam. Vaak is het feminisme een beetje een academische discussie, waarbij de zeg maar mainstream vrouw eigenlijk niet altijd weet wat het precies inhoudt en of het nou eigenlijk iets voor haar is. En als je gaat naar de basics, dus dat feminisme staat voor de gelijkwaardige behandeling van de man en de vrouw en gender en alles daartussenin, dan kom je wel bij de praktische kant en bij feminisme die voor iedereen kan zijn. En daarbij met de nadruk ook voor de zwarte en gekleurde vrouw. Dankjewel, prachtig. Mooi uitgelegd. Helder, want inderdaad is er een soort angst bijna, hè? Lijkt wel voor het woord bij sommige vrouwen. Dus dat is ook iets wat je wil het bespreekbaar, makkelijker, laagdrempeliger maken, als ik het zo mag verwoorden. Naast jou zit Patricia Kaarsenhout, kunstenaar en womanist. Nou, womanist, dat heb ik geleerd van Nancy Jouwen. Wat is een womanist? Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat een womanist een black feminist is. Het is een term die Alice Walker in het leven heeft geroepen. En in het kort te zeggen, als ik het goed kan citeren, womanism relates
to feminism as purple relates to lavender. Ja, precies. Daar is al veel aan gezegd. Ja, ja, dat zegt hij toch? Ja, dat zegt hem. Ja, echt prachtig. Ja, in de zomer van 2015 opende jij het CBK Zuidoost. Daar opende jij jouw tentoonstelling Rebelse Trots. En die gaat over de belangrijke zwarte feministische golf in de jaren 80 in Amsterdam. En ter gelegenheid van Katie Cotty maakte jij de interactieve installatie De Ziel van Zout. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik heb heel lang onderzoek gedaan naar de betekenis van zout in relatie tot slavernij. En de slaven stopten met zout eten, omdat ze dachten dat ze dan lichter werden en terug konden vliegen naar Afrika. En dat is niet iets wat je letterlijk moet zien, maar wat eigenlijk een metafysische betekenis is voor een manier om jezelf te bevrijden. Maar het zout was ook de Atlantische Oceaan, het zoute water, wat een enorme barrière was waarover zij niet meer terug konden varen. En ik heb in het Oosterpark 7500 kilo zeezout laten storten en laten zegenen door Marjan Markelo. En ik heb een koor van ongedocumenteerde vluchtelingenvrouwen een 18e-eeuwse slavenlied laten zingen over een tot slaaf gemaakte die net zingt over wat het betekent om vrij te zijn. En gedurende de dag konden mensen wat zout wegscheppen van de berg en in een zakje doen en mee naar huis nemen. En het scheppen was eigenlijk ook een symbool om elkaar met elkaar verbonden te zijn. Dus je schept samen dat gezegende zout op en je neemt het mee naar huis. En thuis kon je het laten oplossen in water. En dat stond weer symbool voor het oplossen van pijn uit het verleden. Prachtig. Ja, dat is, en nu ben ik bezig om een deel van het zout terug te vliegen naar Afrika, zelf, fysiek. En bij Doors of No Return, daar het zout weer in, aan de oceaan terug te geven. In de hoop daarmee ook zielerust aan de voorouders. Wauw, schitterend. Ja. Ik krijg echt kippenvel hiervan. Naast jou zit Sylvia Martens. Ik ontmoet je ook bijzonder om jou te ontmoeten. Je maakte al eerder de film Black Roots, Zwarte Wortels over afrohaar in Nederland. Dit jaar won je met je film As Things Go tijdens het Nederlandse filmfestival The Pitch. Wat betekent dat? Ja, dat was 3 jaar geleden. Moest ik een concept moest ik pitchen voor een publiek. En ja, sorry, ik werd altijd heel nerveus om te praten in het publiek. Het gaat goed. Ja, toen moest ik een idee pitchen en daarmee heb ik productiekosten gewonnen om een film te maken. En 3 jaar later de film. As Things Go is daar uitgekomen. En waar gaat de film over? De film gaat over een jonge vrouw en telkens door de hele film verliest ze dingen. En wanneer ze die terugvindt is de context van het verloren object veranderd. Dus het gaat over magisch realisme en over materialisme en over de betekenis die we toekennen aan objecten en mensen om ons heen. En dan op een ander level, conceptueel level vertaald. En dat is, voor jou is dat hè, magische, of in ieder geval die realiteit versus subrealiteit, hoe noemt dat, is voor jou belangrijk in je werk? Ik experimenteer heel veel met relaties tussen beeld en geluid. Ja, en beweging ook. Hè? En beweging. En ik doe ook heel veel met setontwerp. Dus ik vind het heerlijk om hele grote sets te bouwen. En het beeld zelf, in het beeld zelf al een groot verhaal te kunnen vertellen. Dus dat je de twee, beeld en geluid, ook van elkaar zou kunnen scheiden. En ze op zichzelf kunnen staan. Prachtig. Ja. Ik wil toch nog even dat je microfoon, want ik vind het leuk om jullie ook, dat jullie jezelf ook een beetje voorstellen, want we hebben het, haar is een belangrijk thema, kan ik zeggen. Veel films over gemaakt, een boek over gemaakt. Dus ik wilde even vragen aan jullie, vertel me in plaats van over je DNA, vertel me over je haar. Hoeveel tijd heb je? Ja, zoals je al zei, ik heb tijdens mijn studie aan de Rietveld Academie, heb ik een film gemaakt over haar, een korte documentaire. Omdat ik
Ja, ik heb denk ik net zoals iedere soorten vrouw gestruggeld met mijn haar. En op een gegeven moment, als je dan met kunst bezig bent en je bent in een omgeving waar je heel vrij voelt, ga je ook afvragen van oké, maar waarom bedek ik mijn haar dan? Als ik hier mezelf kan zijn. Dus ging ik vragen stellen en daar is die documentaire uit gerold. En ja. Want je zegt inderdaad, zoals iedere zwarte vrouw heb ik gestruggeld met mijn haar. Bijna. Ja, en waarom? Weet jij waarom we daar mis? Waarom? Het is wel, en het is zo aan het veranderen nu. En daar ben ik zo dankbaar voor dat ik in deze tijd mag leven. Maar ja, van alle kanten word je eigenlijk gebombardeerd met beelden die zeggen dat, ja, dat afro haar gewoon niet mooi is. Precies, van buitenaf. Patricia, vertel ons ook over jouw haar. Ja, ik zei al, heb je tijd? Ik heb wel, ik vind het heerlijk, ik wil je nooit meer weg. Ik ben natuurlijk, volgens mij hebben jullie allemaal de oudste hier. Ik denk dat ik het win. Ik ben opgegroeid in Nederland. Ik heb eigenlijk een hele koloniale achtergrond. Beide ouders komen uit Suriname. Maar ik ben ook opgegroeid met het idee, en ook om mij heen, dat alles wat zwart is, en zeker je haar, is lelijk. Zwarte mensen zijn lelijk, kleur is lelijk, onze neus is lelijk, onze mond is niet goed. En dat vertelden we onszelf. Dus dat werd onszelf ouders, verteld, maar het was vaak de non-verbale communicatie. Okay. Want ik had ook een moeder die gewoon de hele tijd chemische troep in haar smeerde. Dus dan krijg je dat mee en dan wordt dat gezien als schoonheid. Niet alleen mijn moeder, maar tantes, weet je, alles om ons heen. Alle vrouwen deden dat. Dus los van inderdaad, dus zonder dat inderdaad misschien werd gezegd, je haar is niet mooi, zag je gewoon dat iedereen bezig was met zijn haar om het aan te passen. En dat is dan de boodschap die je krijgt, dat als het dus niet kroes is, dan is het goed. En als het raad kroes is, is het dus niet goed. Dus ik ben daar ook mee opgegroeid. Ik ben heel blij met wat er nu gaande is, dat ik allemaal van die prachtige fro's zie overal, fantastisch. Ik heb gewoon voor locks gekozen en dat is puur omdat ik een heel gemakzuchtig mens ben. Ik werd er gewoon moe van om 's ochtends wakker te worden en dan was het altijd weer de vraag als ik de spiegel in keek, wat doet het haar vandaag? Dat heb je gewoon met black hair. En met dit heb ik dat probleem niet, dus het is voor mij puur uit. Vind je haar mooi? Ik ben heel blij met mijn haar, heel blij. Ja, ik ben er echt heel blij mee, maar ik ben ook jaloers op die prachtige fro's. Ja. Helemaal mooi. Ja. Nou, daarover gesproken, wat ik even tussendoor, maar dan gaan we verder. Ik heb een geadopteerd nichtje. Ze komt uit Zuid-Afrika. En ze heeft, mijn schoonzusje is wit en haar man ook. En zij was van kleins af aan heel erg bezig, natuurlijk ook met haar. Ze woont in Haarlem, witte school. Zij wilde meteen het als straight, zodra ze zo ongeveer kon lopen. Ze wilde op de mama lijken, weet je, allemaal heel begrijpelijk. Maar haar moeder heeft zich mega verdiept. Met dank ook aan jullie allemaal, aan voorbeelden, aan internet, met vlechten en haar. Echt fantastisch, heel ontroerend. Maar wat zo leuk is, gisteren kwamen ze bij ons eten. En toen kwam ze binnen met een prachtige vrouw. Schit zij zelf, en ze is nog heel jong, ze is nu 9. Dus in een witte klas, in Haarlem, had zij, waar kinderen dan bij wijze van spreken, grapje, ik zie niks als je voor me zit. Heeft zij gewoon zoiets, I know. Want zij gaat voor die vrouw met 9 jaar. Dus ik wou wel even zeggen van ik vind dat zo prachtig. Ja, ja. Dus dat wil ik met jullie delen. Christel, tell me about your hair. Mijn haarreis is eigenlijk een beetje contradictorisch geweest. Dus daarom wil ik een andere kant van het haarverhaal eigenlijk belichten. Toen ik opgroeide, was het inderdaad zo dat je een beetje werd gevoed met van die idee van hoe kroezer je haar, hoe lelijker. En als je dan wat ouder wordt en zelf op onderzoek uitgaat naar je roots, dan ga je toch wel de perceptie ontwikkelen van hey, wacht eens, volgens mij kan ik veel meer met mijn haar dan het alleen streten. Vijf jaar geleden had ik mijn haar nog chemisch behandeld, had ik krulletjes. En dat vond ik een heel leuk kapsel ook. En het kwam ook heel erg in de buurt van mijn eigen natuurlijk haar. Alleen kreeg ik heel vaak de opmerking van, ben je dan gemixt? Of ben je dan Surinaams? Want mensen hadden de indruk dat je gemixt moet zijn om goed haar te hebben, zeg maar. En op een dag sprak ik met mijn broertje en mijn jongere broertje. En die zei tegen mij van, Christella, je hebt echt zo mooi haar. Het lijkt net alsof je gemixt hebt. Had ik dat ook maar.
En het is die dag dat ik heb besloten om natural te gaan. Omdat ik, het, ook al vond ik mijn haarstijl wel heel leuk. Besefte ik dat ik toch een soort van ook een voorbeeld kon uitdragen aan mijn broertje. Als ik mijn eigen soort van nappy hair niet kon omarmen, dan kon ik dat ook niet van hem verwachten. Maar daar moet ik dan wel een kleine kanttekening bij maken. Toen ik die natural hair journey begon en ik ben ook kaal gegaan 2 jaar geleden, toen merkte ik wel dat er binnen de natural hair community ook een soort van natural haarnaties waren. die dus eigenlijk het als voorwaarde stelden voor zwarte vrouwen. Om afrocentrisch bewust te zijn. En dat vond ik ook de verkeerde kant op gaan. En mijn visie op black hair is: doe ermee wat je wil. Of je het wil chemisch behandelen. Of je haarstijl steeds wil switchen en allerlei soorten pruik wil dragen. Dus heel fun. En ik ben dan een jaar geleden begonnen weer met mijn haar te vlechten en allerlei verschillende stijlen daar ook in uit te dragen. En ik vind die creatieve vrijheid hebben en die ook vrijheid in gemak hebben, want er zijn ook gewoon zwarte vrouwen die gewoon geen tijd hebben om dat allemaal bij te houden. Vanwege carrière, vanwege school, vanwege luiheid. En ik vind niet dat je daarin dan moet zeggen van, oh ja, je bent niet afrocentrisch omdat jij je haren dan chemisch behandelt. Ik denk dat als het bewustzijn er bestaat dat ik doe dit voor mezelf omdat ik dit een leuk haarstijl vind, niet omdat ik het dichter bij de witte vrouw haar wil staan, dan denk ik van, doe ermee wat je wil. En ik ben 2 maanden geleden ook grijs gegaan. Niet van het studeren. Dat is een beetje mijn mooi, jouw journey. Prachtig. Janice, jij mede-auteur van het My Little Black Hair Book. Inderdaad. Dat jouw is ook wat we het boek uit willen dragen. Black hair is versatile, het is super divers. Dus veel diversiteit. En doe vooral mee wat je zelf wilt. Of je nou natural wilt dragen, of ontkroest, of een weave, whatever. Ga je gang en doe het vooral voor jezelf, omdat je het zelf mooi en fijn vindt. Ik heb mijn haar eigenlijk al zo sinds een jaar of, ik denk sinds mijn 19 heb ik mijn haar ingevlochten gehad. Ik heb tussentijds een uitstapje gemaakt naar heel kort geknipt en ingedraaid. En dat was een jaartje of, ik denk, 15 geleden. En dat werd toenertijd, heb ik achteraf van mensen gehoord. Ik werd toen voor echt high-end glossy bladen, zoals Elegance, de grand old lady van de bladenwereld, zeg maar. Ik was daar de enige zwarte vrouw, natuurlijk. En dan ook nog echt een zwarte vrouw. En dan ook nog met heel kort kroeshaar dat ingedraaid was. Maar ik stond daar totaal niet bij stil, want ik heb gewoon mijn haar gedragen zoals ik het zelf leuk vond in die tijd. Want het was die specifieke koep. Later hoorde ik van mensen dat ze, die zijlinks dan met het blad, met de redactie te maken hadden, via marketing met name, dat ze dat echt wel een soort statement vonden en heel erg powerful, omdat niemand dat eigenlijk deed in die tijd. Maar het was totaal geen bewuste keuze van mij, het was gewoon iets wat ik leuk vond om te doen. Dus vind ik het heel erg grappig als mensen nu tegen mij zeggen, of dat zijlinks laten merken, dat ik nu met mijn gekochte haar minder black bewust zou zijn. Dat ze het raar vinden dat ik een boek heb gemaakt over black hair, terwijl ik zelf dus geen natural hair heb. Maar ja, haar is haar. Het is een deel van je persoonlijkheid, maar ook een deel maar van je persoonlijkheid. Of ik mijn haar nou kort heb, of deze gekochte braids rok. Ik ben altijd wie ik ben, zeg maar. En de ene periode in je leven kies je voor deze look en een andere kies je voor een andere look. Ik heb nu deze look omdat ik het zelf heel erg stylish vind. Maar ik vind het ook eigenlijk wel makkelijk en ik vind het een soort powercoop. Ik ben echt van, ik vind het gewoon lekker. Ik vind dat het past in deze fase van mijn leven, dit haar. En wat ook echt belangrijk is dat ik, het is stormbestendig en weet je, ik sta op als een diva zonder dat ik iets aan hoef te doen. Ik mag natuurlijk wel even zeggen dat, net werd gezegd, ik weet niet precies, maar ja, dat je dan opgroeit met het idee van, joh, je bent zwart, dus je bent niet mooi en je haar is niet mooi. Maar ik heb totaal die ervaring niet. Dat komt misschien omdat er een klein generatiekloofje tussen mij en andere dames zit.
ik ben in de jaren 60 en 70 opgegroeid in... Oké, mogen we weten hoe oud je bent? Als het binnen de kamers blijft. Ja, ze zit in safe space. Are we in safe space? Simone? Nou ja, het is niet zo dramatisch al te doen, maar ik ben 53. Niet zonder maatregel te doen, maar het is best een leeftijd. En weet je, dat scheelt gewoon best wel met jou en met Sylvia zeker. Dus ik groeide op in, wat ik zei, in de jaren 60 en 70 in Alphen aan de Rijn. En in die tijd had je natuurlijk eigenlijk helemaal geen zwarte mensen. En zeker niet in de tijd, of in de buurt waarin wij woonden. Dat is mijn broer. We zijn met z'n vijven en ja, ik kan wel zeggen dat ik opgroeide in een hele witte wereld eigenlijk. Ik bedoel, alles om ons heen was wit. School, padvinderij, middelbare school, lagere school. Ik ben later in Leiden gaan studeren. Nederlands. Ook daar was alles wit. Ik ben lid geworden van een corporale studentenvereniging, Quintus. Ook daar was ik het eerste zwarte meisje. En toen ik eraf ging, waren er nog twee zwarte meisjes. Eén zwarte jongen. Dus mijn hele wereld was eigenlijk wit. Maar mijn ouders hebben ons altijd geleerd van, joh, je bent fantastisch, je bent prachtig, je bent mooi, je kunt worden wie je wilt. En je doet voor niemand onder. En dat gevoel hebben wij allemaal geïnternaliseerd eigenlijk. En ook over je uiterlijk dus altijd? Ook over uiterlijk, ja. Mijn moeder was altijd de mooiste van alle moeders. Altijd helemaal mooi aangekleed. En iedereen was jaloers op mijn mooie, jonge moeder. Ja, black don't crack. Dus, En hoe, maar die beelden van buitenaf, hè, we vragen jullie allemaal. Hoe verhoudt zich dat dan inderdaad in je werk, in opgroeien, in de autonome maker... vertegenwoordig in fashion, wat je wil worden die je bent. Want die beelden zijn penetrant en het zijn er heel veel. Wat is jullie geheim of jullie pad daarin? Christel? Even ingaande op waar ik me dan mee bezig hou. Ja, ik heb altijd een beetje zo van die zeg maar klikmomenten gehad. Die hebben uitgemaakt zeg maar, van... welk pad ik ging kiezen en of ik me meer bewust bezig ging houden met mijn roots en met mijn afkomst. Zeker omdat ik, in onze familie ben ik een van de jongste nichtjes. Dus ik ben ook degene die het meeste, of ja, het minste heeft meegemaakt van het continent eigenlijk. Waardoor je dan misschien meer nieuwsgierigheid hebt en meer, meer houvast zoekt. Ja, echt naar zoekende bands. Want het continent, waar heb je het dan over? Welk land? Over Afrika, het continent, en over Rwanda, waar ik geboren ben. Okay. Dus toen ik 5 jaar oud was, kwam ik hier in Nederland als vluchteling. En in de schrijfwereld, ik vind het altijd nog steeds een beetje gek om mezelf een schrijver te noemen. Is dat dus zo? Ja, je bent een schrijver, als ik je meteen maar, in de schrijverswereld, toen ik jonger was, las ik heel veel boeken, heel veel. En ze zeggen altijd, lees. En als je niet meer kan lezen, schrijf dan. En dus toen ik niet meer kon lezen, wilde ik gaan schrijven. Was ongeveer en wat las je? Las je ook al heel divers of las je Nederlands? Ik las dus wat mij voorgeschoteld dus werd, de lijsten op school. Op school. En ik las de bibliotheek leeg, zeg maar. En ik las de jeugdafdeling en ik las ook wel stiekem volwassen boeken, ook al mocht ik dat nog niet. Maar wat mij heel erg opviel was, en daar kwam de klik voor mij, als je een boek openslaat en je zag de naam Anja, Marina, weet ik veel, wat Kimmetje is, ja. Staan. Wat je dan voor je ziet is een wit blond meisje. Dus wanneer ik zelfs in mijn zeg maar, verbeeldingswereld, in mijn creatieve verbeeldingswereld als kind en als jongvolwassene, wanneer ik las, waren zelfs de personages in mijn hoofd witte mensen als ik las. En het viel mij op dat zelfs in de literatuur is een personage wit, tenzij anders geschreven. Ja, dat is de neutraliteit. Ja, dus als er staat Anja ging naar school, dan is Anja wit. Als er staat Anja met een kleine kroeskrulletje en het donkere gezichtje ging naar school. Oh, Anja is zwart. Dus zeg maar, het problematische daarin is dat zeg maar het wit als norm wordt genomen. Ja. Waarom zou je je witte personages ook niet gewoon zo uitgebreid beschrijven? Precies. Zeg maar. Dus dat gemis van wat er niet was, dat was je, daar was je bewust van. Daar was je jong ook bewust van. Ja, daar was ik jong ook bewust al van. En dat gemis wil jij creëren wel als schrijver. Dus toen je ging schrijven, schreef je ook al vanuit een ander perspectief al? Of?
ik schreef wel al vanuit een ander perspectief. Zeker ook omdat ik voor mijn leeftijd dan wel andere dingen heb meegemaakt dan leeftijdsgenoten. Ja. Dat ik een andere achtergrond heb en meertaligheid. Waardoor ik ook de Nederlandse taal soms op een andere manier gebruik. En een andere logica voor het. En inderdaad, tijdens het schrijven, toen ik begon, onder andere online voor blogs, et cetera, schreef ik ook echt vanuit het perspectief van de zwarte vrouw en wat ik had meegemaakt en hoe dat zeg maar zich vertaalde naar de ervaringen van andere jonge zwarte meisjes en het opgroeien. En voor mij was het wel belangrijk om daarin ook het aspect van opgroeien buiten de Randstad mee te nemen. Ja. Omdat ik ook zelfs in Amsterdam ook van gekleurde, van Nederlanders van kleur ook de opmerking krijg, oh, heb jij een leuk accent. En dus dat betekent eigenlijk dat ik zelfs door mijn, door de mensen waar ik mij thuis zou moeten voelen, geothered zeg maar word. Waardoor je zeg maar eigenlijk, waardoor je zeg maar overal een beetje buiten de boot valt. Ja. En ik vind het wel belangrijk om dat besef van dat Amsterdamse hegemonie, om daar ook een beetje van af te proberen te stappen. Ja, precies. Dus als maker meteen al, hè, in het schrijven al dat perspectief. Wat ik mooi vind aan jouw blog is dat je dat niet, inderdaad, zoals we misschien, ik een beetje soms gewend ben, niet de hele tijd uitlegt. Nee. Het, je leest het en dan denk je, en dan moet je, soms moet je weer teruglezen of een ander stuk lezen om te weten vanuit welk perspectief je komt. Hoe is dat, Patricia, hoe verhoudt zich dat bij jou? Dus hè, die combinatie van die subjectiviteit, vermeende subjectiviteit, hè, wit, heteroseksueel, valide. En jij als maker, en werkt natuurlijk ook heel erg met schoonheid, en hele mooie dingen al gemaakt over lichamen, vrouwelijke lichamen. Hoe verhoudt zich dat bij jou? Bij mij is het thema onzichtbaarheid heel belangrijk in mijn werk geweest. En eigenlijk nog steeds. Waarom? Ik ben in een hele racistische witte omgeving opgegroeid. In Den Helder, bijvoorbeeld. Oké, dus bij Janice, waar jij heel erg voelde van oké, dit is mijn plek, jij kreeg die... Ja, altijd niet. Nee, absoluut niet. Ik heb exact het tegenovergestelde meegemaakt. Ik zeg altijd zelf, als ik later dood ga, hoef ik niet bang te zijn dat ik in de hel terecht kom, want ik ben er geboren. Dus, dus ik heb heel veel dat heb van je kind af aan meegemaakt. En wat je dan krijgt is dat je gaat een terugtrekkende beweging maken. Dus je keert in jezelf en je leert om jezelf onzichtbaar te maken, om niet op te vallen, want het is gewoon gevaarlijk. Maar tegelijkertijd maakte dat dus dat ik enorm veel fantasie had als kind. Ik vluchtte weg in mijn fantasie. Ik las boeken, ik tekende, ik schreef gedichten. Ik had ook de fantasie als kind dat als ik 's nachts naar de sterren keek, dan dacht ik dat het gaten in de hemel waren, waardoor buiten een andere wereld was. Dus het was het daglicht van een andere wereld, die scheen door die gaten heen. En het blinken van de sterren, dat waren ogen die open en dicht gingen. En dat waren dan andere wezens die mij wel zagen. En die dan wel naar mij keken. En dan zat ik overdag, fietste ik op straat. En dan fantaseerde ik dat die wezens mij zagen. En voor wie ik werkelijk was. Ja. Nou, dus dat soort fantasieën. Maar Patricia, sorry om je te ontbreken, want in de fantasieën, en dat is natuurlijk jouw start geweest naar het wetenschap. Maar hoe ging er thuis dan mee om? Want de buitenwereld was dus gevaarlijk, maar hoe was het thuis voor jou? Binnen was het zwart. Dus buiten was wit en binnen was het zwart. De aten Surinaams, er werd alleen maar zwarte muziek gedraaid. Er kwamen bijna alleen maar zwarte mensen over de vloer. Dus, en dat waren Molukkers, er waren heel veel Molukse vrienden. Indonesische vrienden, Antillianen, Surinamers. Dus ik leefde eigenlijk een dubbel leven. Bewoog ik me in die witte wereld voort. Eigenlijk wel te vergelijken met, ik moet altijd denken aan W.E. Du Bois, die schrijft over de metaphor of the veil. Dat als zwart persoon je in dubbele realiteiten leeft. Je hebt dus een veil, een sluier over je heen en daarachter is jouw realiteit. En door die sluier kun je dus naar de buitenwereld kijken, maar die buitenwereld heeft geen idee wat er achter die sluier gebeurt. En dat is wat veel zwarte mensen, ik wil niet generaliseren, maar veel zwarte mensen herkennen zich daarin. En toen ik dat dus las van W.E. Du Bois, The Souls of Black Folks, toen herken ik dat in mezelf. Maar ik gebruik het als een kracht, want onzichtbaarheid is dus een rode draad in mijn werk.
Maar ik ben nu al veel bezig met verborgen en genegeerde geschiedenissen van gemarginaliseerde mensen ja, weer zichtbaar te maken in mijn werk. Sterker nog, dat blijft voorlopig, zoals ik heb begrepen, jouw centrale thema. Je wilt bijna niks anders meer. Nou, ik weet het niet. Nu deze periode. Ik zeg altijd maar zo, Bob Dylan zei ooit, as an artist you're in a constant state of becoming. En ik probeer mezelf ook zo te zien, want nu is dit iets een hot topic, en voor mezelf dus, hè, dat is iets wat het komt echt uit mijn onderbuik, en dan is het goed. Dus die onzichtbare vrouwen, hè, ja. Gemarginaliseerde vrouwen, we hebben het er vaak over, ja. Moeten ze helpen, jij zet hen centraal, dus los van de buik. Nou, het is niet, ik ben heel erg bezig met reclaiming your history in order to give back your dignity. Nee, want als je verhaal genegeerd wordt en niet verteld wordt, dan wordt een deel van je waardigheid van je afgenomen. En ik wil heel graag die verhalen weer zichtbaar maken om ook het gevoel van waardigheid eigenlijk weer aan mezelf, maar ook aan veel vrouwen die fantastische dingen in deze samenleving, maar ook in de wereld hebben gedaan, om dat zichtbaar te maken. Prachtig, dankjewel. Sylvia, voor jou ook, ja, hetzelfde thema, hè? Subjectiviteit, maker, schoonheid. Waar liggen voor jou de parallellen? Hoe heb je daarin ontwikkeld als maker? Thema in mijn werk is vooral het vrouw zijn geweest. Tijdens mijn studie begon ik dus met de documentaire, maar toen heb ik ook... Ik ben begonnen met het maken van korte films over het vrouw zijn. Dus niet zozeer vanuit, natuurlijk wel vanuit mijn zicht als maker. Maar als ik nu terugkijk, denk ik ook van oké, ik zat wel in een hele witte wereld. Want wat kreeg jij mee als je het hebt over vrouw zijn is gewoon het van huis uit? Vanuit huis uit. Ik moet zeggen dat de laatste 15 jaar wel echt enorm is veranderd. Omdat er wel echt... mijn moeder had vroeger relaxed haar en ik kreeg al heel vroeg op een jonge leeftijd nep haar in. En ja, als ik nu terugkijk, de laatste 10, 15 jaar zijn we allemaal natural. En vanuit huis uit en ook vanuit mijn omgeving was het wel mooier. Als mooier werd gezien. Voelde je dat ook zo? Voelde je dat zelf ook? Geloofde je dat? Ja. En hoe is dat nu? Nou, totaal niet. Het is nu tegenovergestelde. Het is nu van, er is mooiheid in iedereen. In alle culturen en alle haarstijlen. En wat jij net ook zei, als je ervoor kiest. En ik moet zeggen, ik was ook een natural hair nazi. Echt. En op een gegeven moment, maar echt heel gek, want... Op een gegeven moment bracht Beyoncé haar album uit, een paar maanden geleden. En toen dacht ik van, inderdaad, aangezien wij, dus de zwarte vrouw is de groep die het meest, die het meest te verduren heeft. En in plaats van, in plaats van dat we elkaar aan gaan vallen, is het gewoon dat we elkaar moeten omarmen. En moeten zeggen van, oké, misschien... doe jij jouw haar zo en doe ik mijn haar zo. Het is niet mijn eerste keus, maar ik sta naast je. Ik wil even één ding zeggen. De film om 3 uur, sorry hoor, ik wil nog breken. Begint de film 3 uur, Frank-Martins Arion, Julie Courcau, van Cindy Kersenborn, die begint. En Eigen Volk, van Neske Becks, begint ook. Officieel wil je pauze, maar ik wilde vragen hoe jullie je voelen. Of we nog heel even met elkaar door mogen gaan. Jij moet... Ik ook met elkaar. Ja, precies, toch? Want volgens mij... Kunnen we nog even door? Hoe is het met de energie? Ja, toch? We gaan nog even door. Maar de films heb ik genoemd. Dus wie naar de film gaat, rustig in, out. Het is allemaal it's all good. Sylvia, maak je gedachten af. Nee, maar dat, ik denk dat het gewoon van belang is dat we daarom... Dat we elkaar gewoon moeten steunen. Dus, ja, en ook meer die solidariteit ook. Meer solidariteit. En even terug naar mijn werk. Ja, als ik nu terugkijk, mijn debuutfilm is net een première gegaan. Is een witte actrice in de hoofdrol. Ik ben 3 jaar geleden begonnen met het maken van die film. Dat is As Things Go, hè? Ja. En als ik nu terugkijk, denk ik van... Ik had daar wel
een zwarte actrice in willen zetten. Omdat ik nu... Nou, omdat als ik terugkijk op de Rietveld Academie ook, ook al voelde ik me daar heel erg op mijn gemak. Ik zat wel in een enorme bubbel. En een witte bubbel, ook al was het wel... Een veilige bubbel. Ja, een veilige bubbel. En na het afstuderen ging ik ook meer vraagtekens zetten en om me heen kijken. Ook van oké, als ik als zwarte maker, zwarte kunstenaar echt iets wil veranderen, het beeld wil veranderen, heb ik daar die verantwoordelijkheid draag ik zelf ook. Dus momenteel ben ik bezig met het schrijven van een speelfilm, een Nederlandse speelfilm, voor een zwart koppel. En zo, zo hoop ik het overheersende witte beeld te veranderen voor daar. Wat is jij? En Jack, jij wilde ook wat zeggen? Ja, ik maak dus sterk voor meer diversiteit in mode en magazines. En mensen zeggen wel eens van, goh, kun je niet iets doen met Black Lives Matter als het per se om kleur moet gaan? En dan zeg ik, dat is natuurlijk zo omdat mensen het belang van mode en bladen onderschatten eigenlijk. Want modebladen zijn echt de chronieken van deze tijd. Die niet alleen laten zien hoe wij denken over begrippen als schoonheid en glamour en being fashionable, zo gezegd. Maar zij bepalen ook hoe wij daarover denken. Zij geven daar ook invulling aan. Alles wat jij ziet in een modeblad, en dat geldt zeker voor jonge meisjes, dat wordt beschouwd als begeerlijk, als sexy, als stylish, als mooi. Dus als je dat omdraait, dan is het ook zo dat alles wat je niet ziet in die modebladen niet mooi is, niet begeerlijk, niet sexy, niet stylish, niet de moeite waard is om gezien te worden of om afgebeeld te worden in zo'n high-end glossy magazine. En als je nu naar een kiosk gaat, dan zul je zien dat vrijwel alle covers in het schap, dat je daar een heel eenduidig beeld van beauty en glamour ziet. En dat is, zoals ik altijd zeg, jong, blond, blank en slank. Doorgaans gebruik ik het woord wit en niet blank, maar in deze context zit het blank en lekker bekken. Eigenlijk. En, maar ja, dus dat, daarmee geef je natuurlijk een impliciete boodschap af aan andere mensen, dat zij er niet toe doen in de eerste plaats, mensen die niet aan dat beeld beantwoorden. In de tweede plaats geef je ook het idee dat gewoon niet meetelt, dat je alleen maar meetelt in deze wereld als je dat bepaalde uiterlijk hebt. Dus daarom is het zo dat ik me sterk ben gemaakt voor meer diversiteit in mode en magazines. Het is een wereld waarin ik al een jaartje of 19 actief ben. En ik moet eerlijk zeggen dat die zogenaamde bewustwording van mij pas na mijn 50ste is gekomen. Dat heeft alles te maken met de opkomst van sociale media, omdat ik eigenlijk pas de laatste paar jaar heel veel mensen om me heen heb die ook zwart zijn of een andere etnische achtergrond hebben. Ik zat heel erg in een bubbel en mensen die mij van vroeger kennen, of zelfs van 5 jaar geleden, die kijken echt zo naar mij van, wat is er met jou gebeurd? Maar van mijn studentenvereniging, die denken ook, wat is er met jou gebeurd? En die zeggen dat, die vragen dat ook vaak aan mij. Want vroeger sprak ik me gewoon never uit over deze zaken. Sterker nog, ik wilde er gewoon helemaal niks mee te maken hebben. Ik dacht, mensen, als je je best doet, hè, dan komt het allemaal goed met je. Met mij gaat het ook goed. Hè, laat mij er buiten en leer gewoon je eigen broek op te halen. Ik vond het helemaal geen sexy onderwerp. Maar is dat alleen door sociale media veranderd? Ja, het is door het wereld is veranderd, ik ben veranderd. Door sociale media zie je gewoon wat er allemaal om je heen gebeurt. En ik heb ook gezien, met name via sociale media, dat jonge meisjes die het willen maken in de mode of in de beauty, of in de modemagazine zeg maar, het veel lastiger hebben als je zwart bent, laat ik het gewoon zo zeggen. En ik kwam 5 jaar geleden een van die meisjes tegen die zij wilde model worden. Beeldig meisje, perfecte maten, perfect koppie, prachtige huid, zwart. Dus zij werd keer op keer bij de bureaus weggestuurd omdat ze tegen haar ook echt zeiden van, joh, je bent beeld, je bent fantastisch, je bent echt gorgeous, maar we hebben al een zwart meisje. En dat was voor mij echt een enorme eye-opener, dat ik dacht, potverdorie, ik heb altijd van mijn ouders geleerd, als je hard werkt en je kunt wat, dan kom je er wel. En dat waren ook de voorbeelden die ik om me heen zag, in mijn eigen familie en nou ja, bij andere mensen. Maar dat gaat dus niet op voor iedereen. En dat heb ik me pas toen echt gerealiseerd. En toen dacht ik van, nou, ik moet hier toch echt iets aan doen, zeg maar. En dan hoor je gaandeweg in heel veel andere zaken. Dan, weet je, dan zie je ook gewoon hoe belangrijk kleur in de wereld toch is. En hoe verknipt het is dat we in dit land eigenlijk het woord kleur niet willen noemen. Mensen om me heen zeggen wel eens van, joh, kleur, kleur, ik zie geen kleur. En dan denk ik van, ben je blind of zo, hè? Ik bedoel, als je geen kleur ziet, dan zie je ook ons allemaal niet, zeg maar. We zijn zo bang om dat woord te laten vallen. En zeker in de wereld van de modebladen is het geval.
De hele kleurdiscussie of diversiteitsdiscussie speelt daar niet. Terwijl dat een van de minst diverse, om het zo maar even te zeggen, bedrijfs of takken is in Nederland. Dus, heel goed, dank je. Fijn dat je dat nu doet. Ja, Patricia wilde ook, wil jij hier aan even, Patricia? Nou, ik wou reageren op wat Sarah net zei. Mijn excuus. Ik heb ooit een keer in een debat heb ik gezegd, ik ben opgeleid als schilder. Als ik Delfts blauwe vase schilder met daarin 17e eeuwse boeketten, dan wordt dat als politiek gelezen. Puur omdat ik als maker, omdat ik zwart ben, omdat ik vrouw ben, zal dat zo gelezen worden en geïnterpreteerd worden. Daarom denk ik dat het oké is dat jij als zwarte maker met witte mensen werkt, want dat is al politiek en dat is al een statement. Het is wel belangrijk dat je heel bewust bent in waarom je witte mensen inzet en hoe je ze inzet. Dus de politieke boodschap moet je denk ik voor jezelf wel heel helder hebben, want wij worden altijd politiek gelezen. Maar we hadden net het vorige panel, dat is natuurlijk ook, Neske zei dat ook, is ook ergens bijna een beperking, of in hoeverre zien jullie dat zo, is het een beperking in je vak? Dat je dus gedwongen wordt om daar altijd, bewust, het is niet gedwongen, het is meer dat je, dat je weet waarom je iets doet. Dus dat je, en als zodra je weet waarom je het doet en binnen welke context je iets doet, dan heb je vrijheid. Ja. En dan ga je vrij creëren en doen wat je wil. Maar moet je wel bewust zijn van je positie en van wie je bent en van wat je te vertegenwoordigt. Ja. En is dat niet anders bij witte makers? Ja, dat is ook zo. Dus dat is ook zo. Dat draag je gewoon altijd bij. Dat is gewoon zo. Maar je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen, ik ben zwart en weet je wat. Maar je kan ook zeggen van, ik ben zwart. Ja. Ik ga het inzetten, ik ga het gebruiken. Ik ga het positief omzetten en ik zet het om naar een kracht. Want ik kan dus dingen doen waarbij witte mensen toch wel twee keer na moeten denken voordat ze het kunnen doen. Ja, en dan, maar dan ook. Maar ik wil zeggen dat ze niet doen. Maar graag ook dan dezelfde zichtbaarheid, hè? Maar dan ook dus die driehoek, die blijft staan. Zijn er vanuit de zaal opmerkingen, vragen? Want wij gaan richting afronding. Zijn er mensen die iets willen zeggen? Ja, het schuurt wel. John. Wat schuurt? Ga even staan. Nou, wat schuurt is dat er altijd een kleur aan vastzit. Dus het klopt wat je zegt. Maar ik kan me best voorstellen als maker dat je hoe fijn zou het zijn als je gewoon vrij gewoon je werk kan doen. En ik snap dat het naïef is. Maar dat is gewoon een opmerking, we hoeven niks mee te doen, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het gebeurt. Ja. Nou, het gaat niet letterlijk over kleur, het gaat over de politieke betekenis die kleur vertegenwoordigt. En dat is iets anders. Het is een sociaal construct natuurlijk, de hele kleur. Ja. Nog andere opmerkingen? Ja. Ik wil even opmerken dat het toch wel een belangrijke tweedeling is, zoals ik dat meemaak. Ik ben muzikus. Je verschijning en wat je doet. Als je meegaat met het witte ding, dan ben je misschien wel het lievelingetje. De problemen ontstaan. Ik ben bijvoorbeeld in Zambia op tournee geweest, daar heb je een heel leuk zwart dienstmeisje en ze is leuk en lief, everybody loves her. Maar als zo'n meisje zou zeggen, ik zou een beetje van de Zambiaanse cultuur, dan pas beginnen de problemen te ontstaan. En die tweedeling zie ik ook in Nederland. Als je braaf meegaat met Sinterklaasfeest, dan vind men je misschien zelf de leukste. Maar op het moment dat je je eigen verhaal wil vertellen, daar beginnen de problemen. Dat heb ik met mijn muziek ook meegemaakt. En dat is me gelukt om toch mijn eigen verhaal te kunnen neerzetten. Maar ik wou dat even opmerken, je wordt gediscrimineerd. Ik kwam daar net hier lopen en ik heb ook 5 dames in tas extra zien vasthouden toen ik kwam. Maar dat is een ander verhaal dan wanneer ik mijn eigen ding ga doen. Dus eigenlijk is de opmerking, bedoelt u daarmee, mist u dat in, dat is ook nog eens een realiteit. Dus naast die inderdaad politieke realiteit, of je nou wil of niet, die je misschien dan in je vrijheid een beetje beroofd als maker, speelt ook nog eens die sociale context mee. Ja. Van je kleur, van hoe je... Ja, graag, Christelle.
Ik wil heel even snel ingaan op wat er hier eigenlijk is gezegd, vooral door wat Janice opmerkte. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om te beseffen, vanuit perspectief van zwarte jongeren, hoe bewust wij de keuze moeten maken en hoe zwaar wij de keuzes moeten afwegen om de creatieve sector überhaupt in te gaan. Ik heb bijvoorbeeld van mijn vader, als ik dan bijvoorbeeld zei van ja, ik wil naar de kunstacademie, dan zei hij tegen mij, ja, heb jij ooit een zwarte kunstenaar gezien? En dat is dan misschien een beetje kort door de bocht. En dat is natuurlijk ook waarom ik bijvoorbeeld samen met team bij AMCU me inzet om dat ook meer zichtbaar te maken van wie zijn dat nou. Maar het is heel belangrijk om dat te beseffen. En wat Janice zei over de mode, het is inderdaad zo dat het echt heel erg onderschat wordt hoe belangrijk de mode ook is. Want, want ook voor mij bijvoorbeeld, ik ben actief als jeugdwerker hè, en ik ga soms naar internationale jeugdconferenties. Ik ben ooit bij een internationale jeugdconferentie naar huis gestuurd, omdat ze hetgeen wat ik aanvonden te kort vonden, terwijl mijn witte collega-meisjes het even hetzelfde aan hadden qua lengte. Maar omdat mijn lichaam als zwarte vrouw sneller geseksualiseerd wordt... Dus dit refereert eigenlijk aan wat meneer zei. Precies. Dat is die maatschappelijke... Daar heb je die realiteit van die drie lagen inderdaad erin. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Even afsluiten. Wie wil daar als laatste, want we moeten afsluiten helaas, al iets over zeggen? Sylvia, ja? Eigenlijk die drie lagen hebben we. Ja. Dus gewoon het kunnen zijn wie je bent. De context, de politieke context die, hè, als jij iets maakt of zegt, heeft dat dus een betekenis vanwege je kleur. En ook nog die sociale context van your black body, hè, om het maar even zo te noemen, heeft ook effect. Genereert helaas, genereert effect van waar je op bent. Ik weet niet of er een eenduidig antwoord voor is, maar wat voor mij persoonlijk werkt is bewustwording. Dus heel erg bewust zijn in welke ruimte ik mijn lichaam voortbeweeg en welke mensen er ook in die ruimte zijn. Dus ik ben er heel erg van bewust wat mijn kleur doet in een white space. En dan kom ik weer terug op die dubbele realiteit waar ik dan in begeef. Het is een strategie. Ik denk dat je er niet aan ontkomt om als zwart persoon in een overwegend wit land toch telkens weer strategieën te bedenken van hoe en waar je lichaam gaat voortbewegen. Is het een safe space? Ik weet niet of jullie het herkennen. De knikjes in de witte ruimte als je één zwart persoon tegenkomt. Herken je het allemaal? We zoeken allemaal die veiligheid. Toch? Dus, en het is een geweldige aflevering van Black is die serie kennen, waarin dat een keer niet wordt teruggegeven in een white space, dat die ander dan zoiets heeft, nee, ik doe het mee. Dat bestaat er gevoel. Die heb je ook inderdaad. Dus dat is, ik denk dat het voor mij is dat heel belangrijk, dus ik ben heel erg bewust van waar ik ben en hoe ik me daarin voortbeweeg. En een ander ding is, ik denk ook van likes attract likes. Weet je wel, zoek people. Zoek mensen op waar je je lekker bij voelt. Ja. Weet je wel, ik ga niet meer aan dode paarden trekken. ik ga geen witte mensen meer opvoeden. Excuus aan alle witte mensen die hier zijn, maar je weet wat ik bedoel. Dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, waar geef je energie? Waar besteed je nog energie aan? En wat geeft jou energie? Wat geeft jou een positief gevoel? En support voor de mensen die dat wel blijven doen. Hè? Precies wat je voor jezelf moet bepalen. Alrighty, we moeten echt mensen zien. Sorry, maar het is zo leuk! Het is mijn schuld, ik wil niet stoppen. Wat voor mij ook heel erg belangrijk is, het vieren van diversiteit, om het woord maar even te gebruiken, heeft volgens mij alles te maken met zichtbaarheid. Dus we moeten gewoon onszelf laten zien, onszelf vieren en onszelf niet wegcijferen, maar letterlijk zorgen dat je stem gehoord wordt en dat je body geshowd wordt. En dat je wat je doet ook gewoon goed doet en met plezier en gewoon laten zien, hier zijn wij, dit zijn wij, dit doen wij en take it. Nou, niet liever, take it. Take it. En blijf supporting. Hopelijk niet stoppen.